Je hebt als professional veel meer in handen om echt te gaan werken met gezinnen en de jongeren aan verandering. Want jongeren veranderen niet door de professional, maar jongeren veranderen door intrinsieke motivatie die meer ontstaat door samenwerken met de YIM. Je komt in aanraking met een vader, een moeder, een oom of een tante. En hoe mooi is het dan als je die ook echt kan betrekken? De professional, de hulpverlener, die schiet meteen in het hulpverlenen, die gaat ervoor. Maar wat je eigenlijk moet doen is achterover gaan zitten en de ander het werk laten doen. En ook die gym het werk laten doen. Je gaat stoppen met werken op basis van de relatie. Dus je mag wel verbinding maken met je cliënt. Je moet ook verbinding maken met je cliënt. Maar je moet niet meer veranderingen verwachten op basis van relatie. Werken met de verbindingen die er zijn. En die ook waarderen, in hun kracht zetten. In plaats van verbindingen afsnijden om een jongere veilig te houden. Ik denk dat er veel kennis en specialisatie in de jeugdzorg nodig is. Maar ik denk dat we veel meer gericht moeten zijn op samenwerking met het informele netwerk en de gezinnen zelf. Als de jongere diegene vertrouwt als zijn YIM, dan moeten we dat ook gaan ondersteunen. Want anders laten we eigenlijk de jongeren ook weer in de steek door te zeggen van nou, dat vinden we niet zo'n goed idee. Zou je niet beter die nemen? Ja, het werken met YIM eist eigenlijk een soort van reset op wat je nu eigenlijk aan het doen bent. Nou, wat het effect is van het stellen van een goede vraag. Je zit als hulpverlener altijd met het informele netwerk. Je neemt altijd heel serieus wat zij vinden en je realiseert je dat je veiligheid niet als hulpverlening alleen kan organiseren. Dat vind ik echt heel mooi. Je kunt een plantje wel overpotten, maar ik denk oprecht dat je met je eigen wortels het best groeit. En dat je dus die eigen wortels moet koesteren.